Hey Wouter, net klaar met je optreden op Noorderslag. Hoe ging het? Ja, het was leuk. Het was gaaf. Ik ben nooit geweest hier. Dus ik vind het een beetje jammer dat ik de rest van de ex niet kan zien, omdat ik zo druk ben. Maar het was leuk om op te treden in elk geval. Een drukke dag gehad, hè, vandaag? Ja, een instore in Plato gedaan. Dat was heel erg leuk, want we kwamen aan en Lucky Fons, de derde, was bezig, Otto. En iemand zei al buiten dat hij het steeds over mij had. Toen kwam ik binnen en toen zag ik een soort kloon van me. Ik ken hem al wel, hoor. Maar had hij namelijk zijn haar bijna hetzelfde als ik. En een giletje aan. En ieder praatje wat hij bij een nummer deed, ging over mij. Dit nummer heb ik eigenlijk voor Wouter Hamel geschreven. En, heel grappig. Dus daar zijn we even geweest. En straks nog optreden met de Docs Family, met mijn muzikale vrienden. Ja. Hey, zo'n sonore slag als dit, hè? Is dat voor jou heel ontspannen en gewoon gaat het dan allemaal vanzelf? Of is het best wel hard werken? Nou, dit eromheen is misschien een beetje hard werken. Want weet je, het liefst zou ik nu eventjes opdrogen of zo, ergens anders naartoe. Maar dan moet ik even met jullie praten, dat vind ik helemaal niet, hè. Maar het optreden zelf is niet zo hard werken. Daar ben ik niet zo zenuwachtig voor of zo. Dus ik moet straks nog, en dat vind ik misschien nog het hardste werken of het meest spannende, naar de NOS. Weet je wel, Live op Nederland 3. En nog bij Erik Corton ben ik nooit geweest voor 3FM. Dus dat vind ik allemaal heel spannend, ja. Hey, wat betekent Noorderslag voor jou? Nou, het betekent eigenlijk niet zoveel, want ik woon in Amsterdam en daarvoor in Utrecht. Dus ik kom nooit in het noorden. Maar toen ik vorig jaar ben begonnen, was het wel zo van, nou, dit jaar gaan we Noorderslag niet halen en weet ik veel wat. Dus het was wel altijd een soort van, nou, dan moet je wel ergens zijn, wil je hier mogen staan. Dus ja, voor mij is het een soort afstuderen optreden, voelt het. Hey, en in het algemeen voor de Nederlandse muzikanten, je collega's zeg maar, wat betekent Noorderslag ervoor? Kun je dat duiden? Voor de rest van muzikanten? Ik kom eigenlijk uit een heel rare andere hoek. Ik heb natuurlijk jazz gestudeerd en ik sta veel op jazzfestivals. Dus daar heeft het niet zo'n betekenis. Eigenlijk is Noorderslag voor popbands wat Noordzee Jazz voor ons is, heb ik het gevoel. Het is een van de belangrijkste popfestivals van het jaar. En als ik de line-up hier zie, al die namen, dan denk ik wel van, nou, dat betekent waarschijnlijk heel wat om hier te mogen staan. Hey, het staat een beetje in teken van 50 jaar pophistorie. Wat is jouw eerste herinnering aan de Nederlandse pophistorie, zeg maar? Waar ben jij ingestapt? Ja, daar moet ik heel hard nadenken. Ja, het is heel raar, ik hoorde laatst op de radio begon iemand in de auto mee te zingen met Stiekem met je gedanst of zoiets. En ik zo, is dat bekend dan? Dus ik ken heel veel niet, moet ik zeggen. Ik ben heel erg Amerikaans en Engels georiënteerd. Maar tijdens het praten probeer ik het namelijk te bedenken. Want de dijk ben ik ook niet zo van. Nee, eigenlijk moet ik zeggen, ik ben eigenlijk pas de laatste paar jaar een beetje enthousiast over Nederlandse popmuziek. Door alle mensen als Stevie Ann en Room 11 en Piet Philippe Kissit en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat ik in de jaren 80 of zo, of jaren 90, echt Nederlandse bandjes als favoriet had. Sorry. Hey, vanavond wordt de popprijs uitgereikt. Wie zou die van jou mee mogen nemen naar huis? Ik werd geïnterviewd door het AD en die vroegen dat ook. Het heb ik de opposite gezegd. Ik weet niet waarom, gewoon omdat ze een hele gave clip hadden en iedereen in Amsterdam-West die t-shirtjes Ik Haat Habbekrats aan hadden. Dus ik had zoiets van, nou, die hebben wel een verschil gemaakt. Verder, de namen die ik net noemde, dus Room 11, Stevie Ann, dat soort mensen. Maar ja, ik denk dat het Alan Clark gaat worden en die vind ik het ook wel heel erg verdienen. Ik heb hem alleen nog nooit live gezien, dus daar ben ik heel benieuwd naar. En ik heb trouwens ondertussen nagedacht over je vorige vraag. Betty Serveert en Gotcha, dat waren ze, ja. Hey, maar hoop je stiekem niet dat je hem zelf mee naar huis mag nemen? Ja, ik reken daar totaal niet op, omdat ik niet superveel... Of Cressup trouwens, heb ik nog vergeten. Ik ben niet superveel op MTV geweest. En ik ben natuurlijk een beetje zo'n rare artiest die ook vooral veel op Radio 1 en 2 is. En wat ik net al allemaal opnoemde, is een echte 3FM-band. Dus ik denk niet dat ik... Nee, ik denk het niet. Hey, Wouter, je hebt een enorme drukke tijd achter de rug. Ik ben ontzettend populair, zeg maar. Je bent er lang bezig natuurlijk, maar wat staat er allemaal voor de boeg in 2008? Wat ga je allemaal beleven? Vooral heel veel optreden en dat was dit jaar ook al zo, maar toen het jaar begon was mijn plaat nog niet eens uit. Dus toen moesten we een beetje nog afwachten of het zou gaan lopen. Ja, en nu is het echt zo, dan zie je mijn speellijst voor volgend jaar en dan word ik al bijna duizelig. Wow, ga ik dit allemaal doen? Dus vooral heel veel optreden, we gaan weer een clubtour doen. Dus wat ik net zei over de jazz is nu eigenlijk een beetje afgesloten, want we staan ook in plekken als het Paard en Tivoli en dat soort dingen. Dus dat gaan we weer doen. We gaan naar Japan over een paar weken. CD promoten en vooral heel veel optreden. Nou, en verder, over een tijdje met Metropool optreden, dat soort zaken. Even denken. En dat is mijn grootste uitdaging. Een nieuwe liedje schrijven voor een nieuwe plaat die in 2009 moet uitkomen. Dus zo ziet het er waarschijnlijk uit. Heb je op dagen zoals deze heb je dan ook tijd voor inspiratie, zeg maar? Voor dat soort, voor een nieuwe plaat schrijven. Doe je dat hier ook op of juist niet? Nee, niet echt eigenlijk, moet ik zeggen. Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd om naar andere bands te kijken. Ik hoor nu ergens in de verte iets, maar ik weet niet eens wat het is. Relax of zo? Nee, ik bedoel Beef? Is het Piet Philly? Oké, nou goed.
Dus ik ga niks kunnen zien, zeg maar. Dus de enige inspiratie die ik uit ophaal zou er omheen moeten zijn. Maar is nog niet voorgekomen. Ik ben ook wel echt een broodschrijver, noem je dat zo. Iemand die echt moet gaan zitten. Om 10 uur 's ochtends en alles aan kant en dan komt het wel. Maar ik ben niet zo iemand die tussen de schermen, achter de schermen gaat schrijven. Jammer genoeg.